ben Alice. Je spelt mijn naam als E-L-L-I-S. Hoe heet jij? Met dat roze shirtje? En hoe spel je dat? Mijn naam spel je als E-L-L-I-S. Maar als je dat niet weet en je hoort alleen maar Alice, dan kun je het net zo goed spellen als A-L-I-C-E. Zoals Alice in Wonderland, mijn favoriete boek. Alice, het is bedtijd. Ja, mam. Nog even. Ja, nog even wat, Alice? Oei. Ik kom vast te laat. Jij komt nergens te laat voor. Jij komt hooguit slaaptekort. Ja, maar ik zei toch niks over te laat komen? Nee, nou markeert er zeker ook nog wat aan mijn oren. Nee, echt? Of volgens mij was het konijn? Jij leest veel te veel in dat boek van jou, Alice in Wonderland. Konijnen kunnen niet praten en speelgoedkonijnen al helemaal niet. Ja, maar we hoorden het toch allebei? Jij bent Alice. E-L-L-I-S. En je zit in je B-E-D. Bed. En je bent geen A-L-I-C-E in Wonderland. Hoe spel je eigenlijk Wonderland? W-O-N-D-E. Zit jij nou weer tijd te rekken? Het is bedtijd, Alice. Lees jij mij dan nog heel eventjes voor uit A-L-I-C-E in W-O-N-D. Weet je wat? Vraag je konijn maar. Die kon toch praten? Welterusten, Alice. Welterusten. Oei, ik kom vast te laat. Welterusten, Alice. Welterusten. Niks wel te rusten. Ik kom vast te laat. Kun je mij niet even overeind helpen? Maar ik moet gaan slapen van mijn moeder. Ah, slapen. Slapen kun je heel leven nog. En je moeder heeft vastgeleerd dat het netjes is om op te staan voor oude mensen. Hoe oud bent u dan? Nou, dat is een hoogst onbeleefde vraag. Ga je mij nou helpen op te staan om mij overeind te helpen? Als u het mij beleefd vraagt. Lieve Alice, wil je alsjeblieft opstaan om mij helpen overeind te komen? Hoe spelt u Alice? Wat doet dat er nou toe? Je bent toch Alice? Dat hangt er vanaf. Maar je luistert toch naar de naam Alice? Ja, dat klopt. Dus dan ben je toch Alice? Ja, maar mijn naam wordt bijvoorbeeld anders gespeld dan die van Alice in Wonderland. Maar hoe weet je nou dat je niet Alice in Wonderland bent? Omdat ik niet in Wonderland ben, maar in mijn eigen bed. Is dat wel zo? Oh nee. Dat is Pai Witbol. Alice, ik kom vast te laat. Te laat? Te laat. Ja, te laat voor de begrafenis van Pai Witbol. Oh, wat leuk. Is dat gezellig, een begrafenis? Ja, bij mensen meestal niet, maar in dit geval. Vind je haar niet snoezig? Kan je iemand snoezig vinden als die dood is? Dat hangt er vanaf. Waar vanaf? Wat is dat nou weer voor een vraag? Het hangt er vanaf wie de dood is, natuurlijk. Ja. En wie er iets van vindt? Ik denk dat ik haar wel snoezig vind. Zoiets vraag je niet aan de ander. Je vindt het of je vindt het niet. Dan vind ik haar snoezig. Kan iemand snurken als die dood is? Zij droomt nu. En weet je waarvan? Nou, dat weet niemand. Hoe kan jij nou weten wat niemand weet? Zij droomt over jou. En als zij ophoudt met dromen, waar denk jij dan dat jij bent? Waar ik nu ben natuurlijk. Dat denk je maar. Je zou nergens zijn. Je leeft alleen in haar droom. Als zij ophoudt met dromen, dan zal je doodgaan.
Maar ik wil helemaal niet dood. Oh, ik kom vast te laat. Oh, waar nu weer voor? Voor de begrafenis van Pai Witbol. Maar daar zijn we al. Jouw begrafenis. Ja, maar ik ben niet dood. Psst. Anders dan wordt ze wakker en dan doof je uit als een kaars. Ik kom vast te laat, Hé, vrouw, ik moet gaan. Hoe ziet een uitgedoofde kaars eruit? Heeft het zin om het daarover te hebben? Je weet best dat je niet echt bestaat. Ik bestaat wel! Moet je om dat te bewijzen echt op mijn tenen gaan staan? Ik ga. Nee, poes, blijf. Dat deed ik niet expres. Wie ben jij? Dat weet ik niet zo goed, geloof ik. Ik weet niet meer zo goed of ik nog wel leef, ziet u? Ik zie helemaal niets. Misschien moet u dan uw ogen open doen. Ah, jij bent slim. Nou zie ik het. Jij bent Alice. Hoe weet u dat zo zeker? Waarom zou ik geen dingen te weten komen door je aan te kijken? Kom, geef mij je hand. Zal ik je leren sterven? Nou, liever niet. Dank u wel. Op een dag zul je die kennis nodig hebben, denk je niet? Ik weet het niet goed. Of ik nog wel zelf denk, ziet u? Droomt u misschien mij? Waarom vraagt een droom van een kind dat zo angstig? Denkt u dat iemand mij kan dromen en dat ik dan verdwijn als hij ophoudt met dromen? Wie droomt deze wereld? Of vind jij dit geen droomwereld? Wordt een droomwereld dan altijd gedroomd? Ik weet het niet. Oh, het is mijn tijd. Jij moet nu gaan. Waarheen? Waar vind ik de weg? Volg de vlinder. Die wijst jou de weg. Niet dat je ergens alleen naartoe gaat. Je gaat met mij mee. Die kant op. Ik heb dikwijls een kat zonder grijns gezien, maar een grijns zonder kat? Hoe zie ik eruit? Dat is het gekste wat ik ooit gezien heb. Maar... je heeft zulke mooie tanden. Lieve poes, weet u misschien wie mij droomt? Of welke kant ik op moet? Welke kant je op moet? Hangt er vanaf waar je naartoe wilt. Ja, dat weet ik niet. Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat. Als ik maar ergens terechtkom. Maar natuurlijk. Als ik maar mensen tegenkom die mij kunnen vertellen wie mij droomt. Je komt alleen maar gekke mensen tegen. Maar ik wil helemaal geen gekke mensen tegenkomen. Oh, daar is niets aan te doen. Ik ben gek. Jij bent gek. Iedereen is gek. Hoe weet u dat ik gek ben? Anders dan zou je hier niet zijn. En hoe weet u dat u gek bent? Een hond is niet gek. Of toch? Ik denk het niet. Een hond
Die gromt als die boos is. En die zwaait met zijn staart als die in een goed humeur is. Ik grom als ik in een goed humeur ben. En ik zwaai met mijn staart als ik boos ben. Daarom ben ik gek. Maar een kat gromt niet, een kat spint. Jij weet veel, hè? Ga je nog naar het feestje van de koningin? Ik ben niet uitgenodigd. Dat zien we nog wel. Oh, wacht, lieve poes. Weet je wie mij droomt? Wat is er eigenlijk met Paai Witbol gebeurd? Oh, die is veranderd in een vlinder. Kijk. Beelden naast elkaar. Wij zien dat jij van ons geniet, maar gratis kijken past toch niet. Zoals je hoort, wij praten, kind. Dus als je niet te gierig bent, kom geef ons dan een goede dag of zo'n spontane meisjeslag. Tiedeldie en Tiedeldom, een zusterpaar op oorlogspad. Daar Tiedeldie van Tiedeldom een droom had weggejat. Verkeerd, mijn kind, zoals je denkt. Geen haar wordt om ons hoofd gekrenkt. Twee zussen als wij zijn dik bevriend. Wij zijn elkander welgezind. En stel je voor je hebt gelijk. Dan nog te zien hoe je het bekijkt. Maar aangezien dat niet zo is. Jammer, kind, je hebt het mis. Op school heet zoiets logica. Ken je dat? Toe, denk eens na. Je bent toch ook naar school geweest? Ik weet het niet meer. Ah, mijn kind. Je praat zo tegen draad. Verknoeit het ritme en de maat. Dus zullen we van nu af aan gewoon praten met elkaar? Je woorden missen melodie. Je hebt geen ziel voor poëzie. Vergeet het dichten en het rijm. Je moet alleen maar ritmisch zijn. Heb je nooit leren rekenen? Opzwellen, aftrappen en delen. Vermenigschuldigen en stelen. Vermenigschuldigen? Nog nooit van gehoord. Je weet toch wat menig is? Je weet toch wat schuldig is? Ja, menig is veel. En schuldig is als je iets doet wat niet mag. Juist. Goed, maar nu de som. Of ben je zo dom dat je het niet weet? Weet ik het niet? Zeg goeiedag. Of hoe gaat het ermee? Goeiedag. Hoe gaat het ermee? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Begrepen, mijn vriend. Nog vragen, kind? Welke kant moet ik op? Links naar de hoedemaker. Rechts naar de Maatshaas. En allebei? Leid naar de zevenslaper. Zien we je nog bij het feestje van de koningin? Nee, ik ben niet uitgenodigd. Wij gelukkig ook niet. Okay. De wijzers staan al ver over twee. Bent u alweer ergens te laat voor? De wijzers staan al ver over twee. Dus is het tijd voor thee? Oh, ik lust ook wel een kopje. Ik ga met u mee. Dat dacht je maar. Het antwoord is nee. Hij is mijn man en gaat met mij mee. Oh nee. Oh nee. Oké. Oké. Links was naar de hoedemaker. En rechts was naar de Maarten Haas. Een hoedemaker heb ik wel eens gezien. Maar Maarten Haas nog nooit. Rechts.
zitten. Even het laatste kopje nog, hoor. Ja, even laatste kopje. Oké. Ja, ga je daar zitten. Kom, Haas, kom. Haas, ga lekker zitten. Ja. Ja, ga jij hier zitten. Nou, dan ben ik ook een toe aan een kopje thee, hoor. Ik heb hier gisteren gezeten. Ga jij hier zitten? Ja. Dan zou ik deze... Ja, maar dat doet toch allemaal? Ik ga maar lekker zitten. Tikken me toch. Ja, lekker. Ga zitten. Oh, hier. Dat is mijn stoel. Ik vroeg het toch nog. Hier zit ik toch. Ja, oké. Nou, goed. Ga zitten. Dan ben ik ook een toe aan een kopje thee, hoor. Oh, voet. Nou, die vinnetjes waren lekker behulpzaam. Oh, ja. Ja, kijk eens. Heerlijk, zie je. Koekjes, zie je dat? Koekjes, lekker. Het duurt even, maar dan heb je ook wat, hè, met zo'n tuin. Och, natuurlijk, natuurlijk. Het is altijd weer een hele klus. Geen plaats! Geen plaats! Geen plaats! Geen plaats! Er is meer dan genoeg plaats. De tafel is voor veel meer dan 3 mensen gedekt. Neem maar limonade. Ja, ik zie helemaal geen limonade. Maar die is er ook niet. Om zomaar te gaan zitten. Nee, ja, ik wist toch niet dat het uw tafel was? Je haar moet geknipt worden. Je moet niet zo persoonlijk worden, dat is grof. Oké, waarom lijkt een raaf op een schrijftafel? Oh, raadsels. Nu gaat het leuk worden. Waarom lijkt een schrijftafel op een raaf? Mm-hmm. Ik geloof dat ik dat wel kan raden. Denken. Hè? Nou, en dan moet je zeggen wat je bedoelt. Ja, dat doe ik. Precies. Tenminste, ik bedoel wat ik zeg. Dat is hetzelfde, ziet u? Dat is helemaal niet hetzelfde. Nee. Nee, dan kun je net zo goed zeggen. Ik zie wat ik eet. Is hetzelfde als ik eet wat ik zie. Ja, precies. Ja. En dan kun je net zo goed zeggen van... Ik houd waarvan ik krijg. Hetzelfde is van. Ik krijg waarvan ik houd. Ja, precies. Juist. Ja, kijk. En dan kan je net zo goed zeggen dat ik adem als ik slaap. Hetzelfde is als ik slaap als ik adem. Huh? Maar dat is ook hetzelfde. Ja, bij jou. En bij jou, ja. Zeg dat wel. Ja. Even terug doen, hoor. Ja. Heb je wel gezegd dat boter niet goed is voor het uurwerk? Ja, maar het was toch beste boter? Het was beste boter, ja, maar er zaten vast broodkruimels in, hè? Ja, je had die boter ook niet met dat broodmes in moeten stoppen. Je weet dat... U gaat het horloge toch niet onderdompelen in de thee? Natuurlijk was het beste boter, maar als u het daar onderdompelt, dan gaat het pas echt stuk. Maar het was toch beste boter. Beste boter. Heb je gezien? Ja. Wat wel, ja. Wat dan gek. Horloge? Gek? Hoezo gek? Wij zijn hier allemaal gek. Ja, als dat zo is, kun je net zo goed zeggen dat niemand gek is. Dat is ook zo. Ja, maar als je zegt dat iedereen gek is, is het heel onlogisch als alleen niemand niet gek zou zijn. Toch? Ja. Precies. Hè? In ieder geval is dit een gek horloge. Het geeft de dag van de maand aan. Niet hoe laat het is. Maar moet dat dan? Wacht even. Heb jij nou een horloge dat het jaar aangeeft? Nee, natuurlijk niet, maar een jaar blijft heel lang hetzelfde. Dat is met mijn horloge toch net zo? Ja, toch? Natuurlijk. In ieder geval is dit horloge gek. Heb je het raadsel eigenlijk al opgelost? Ja, precies. Precies! Raadsel! We hebben een raadsel voor je. Waarom lijkt een kraai op een... Nee, schrijftafel. Mij hebben we raaf gezegd. Raaf? Een raaf beschrijft haar. Oh, een raaf hebben wij gezegd? Ja, raaf. Jij laat slapen natuurlijk. Ja, maar een kraai is zo... dat is een grote versie. Ja, precies. Waarom lijkt een raaf beschrijft haar? Oké, natuurlijk. Jij laat slapen, maakt niet uit. Ik heb geen idee. Ik geef het op. Wat is de oplossing? Ik weet het niet! En ik ook niet. Help me! Ik ook niet! Help me! Maar kun je je tijd wel beter gebruiken dan hem te verspillen aan raadsels opgeven waar geen oplossing voor is. Even spelen.
Tijd is geen hem. Tijd is een haar. Sorry, dat wist ik niet. Ik durfde wel dat jij nooit hebt kennis gemaakt met tijd. Is tijd aardig? Ja. Dat zou moeten maken. Ja. Ik ben toch uit. Dank je. Is tijd aardig? Ja, soms. Weet je wel. Ja, zij vond ook dat we haar verknoeiden en sindsdien houdt ze zich stil. De tijd staat stil en dus... Ja. Oh, wat? Wie is dat dan? Het is nog steeds 2:10. Ach, nee. Geen plas! Zeg! Geen plas! Geen plas! Mol, zeg! Totaliteit! Haal die kinderen weg! Haal die kinderen weg! Weg! Kinderen! Zijn jullie nou helemaal van de pot? Zeg, nee, allemaal weg! Geen plas! Geen plas! Jij ook geen plas! Haal die kinderen weg! Voet ze er beter op! Geen plas! Geen plas! Geen plas! Het is nog steeds ver over 2. Over 2? Over 2? Ho, wacht even. Ho, Haas. Over 2. Ja, dan is het tijd voor thee. Dat is tijd. Oh, eindelijk even tijd voor thee, hoor. Oh, lekker. Oh, ik had echt zin in een kop thee, hoor. Oh, heel goed te maken. Precies. Nou, daar was ik ook wel aan toe, hoor. Oh. Even een lieve zitten. Ja, lekker zitten. Nou, daar was ik aan toe, hoor. Hoe zouden de wijzen staan altijd over 2. Dus is het altijd tijd voor thee? Hé, ze is erachter, hoor. Eventjes in simpele taal. Het is hier altijd over 2. Altijd tijd voor thee. En hebben wij geen tijd om de kopjes af te wassen. Precies. Want wij willen niet uit vieze kopjes drinken. Maar wat doen jullie dan als je weer aan het begin gekomen bent? Laten we over iets anders beginnen. Ja. Iets anders. Ga jij nog naar het... Dankjewel. Ga jij nog naar het feestje van de koningin? Waarom vraagt iedereen dat toch steeds? Ja, dat weet ik niet. Is het een leuk feestje? Ja, dat ligt eraan wat je verstaat onder een leuk feestje. Is het een droomfeestje? Ik weet niet wat je bedoelt met een droomfeestje. Wat snap ik eigenlijk niet. Droomt de koningin misschien? Ja, dan moet je haar misschien gaan vragen. Waar vind ik de Rode Koningin? Gewoon de Rode Route volgen. Rode Route? Ja, die kant op. Ja. En waar vind ik de Rode Route? Door te kijken natuurlijk. Door te kijken, zegt ze! Even kijken! Dom kind! Hé, kijk uit, 5. Spat niet zo met die verf. Ik kon er niks aan doen. 7 stoten tegen mijn elleboog. Doe maar, 5. Geef iemand anders maar weer op de schoot. Nou, hou jij je mond maar. Laatst hoorde ik de koningin nog zeggen dat je eigenlijk onthoofd moest worden. Hoezo? Dat gaat jou niks aan, 2. Nou, dat mag op 2 best weten. Want, weet je... Het was omdat hij de kok tulpenbollen bracht in plaats van uien. Dit is toch het grofste onrecht dat ik ooit... Mag ik u vragen waarom u die rozen schildert? Tja, ziet u? Feitelijk hadden hier allemaal rode rozenstruiken moeten staan. Sinds de hartenkoningin aan de macht is... moet alles wat herinnert aan de witte koningin... Haar zus. Alles wat wit is, moet dus verdwijnen. Ja, en nu hebben wij per ongeluk allemaal witte rozenstruiken gezet. Oh. Ja, er zaten geen knoppen aan. Wij wisten het echt niet. Maar, weet je, als de koningin erachter komt, dan kost ons dat allemaal onthoofd. Ja, en vandaar dat we nu ons uiterste best doen om voor ze terugkomt. Ik bedoel de koningin en... Al die rozenstruiken. Ja. Rood. Ja. De koningin, kom aan! De koningin!
wens je allemaal de koning en koningin van harten. Wie is dat? Idioot! Kom eens, meisje. Hoe heet jij eigenlijk? Ik heet Alice, majesteit. Oh, jij heet Alice? Ja. En waarom buig jij niet voor mij? Ik wist niet dat dat verplicht was, majesteit. Hak haar hoofd eraf! Onzin. Ik kan toch niet gestraft worden voor iets wat ik niet wist? Liefste... Bedenk, het is maar een kind. Nou, ik vind het een rare reden, maar vooruit. Zeg. Kun jij ook croquet spelen? Ja. Ja? Dan daag ik jou uit voor een wedstrijd. Attentie, alle kaarten, krokkenpootjes. Alle konijnen verzamelen. Alle konijnen verzamelen? Wat is daar zo vreemd aan? Rustig, liefste. Denk aan je hart. Het meisje kent de spelregel natuurlijk niet helemaal uit haar hoofd, hè? Anders moet haar hoofd eraf. Een hoofd waar alleen maar onnozele vragen uitkomen, die kan zij heus wel missen. Ja. Iedereen op zijn plaats! Start! Moet ik jou trappen? Jij moet hier. Jij ook daar door. Jij rechts. Stop! Eraf. Maar, majesteit, als u al een hoofd eraf laat hakken, dan heeft u straks geen poortjes meer. Dan kunt u niet winnen. Ja, liefste, daar is ze gelijk in. Ik zal hoe dan ook winnen. Ja. Oké. Poortjes op je plaats. Jullie mogen je hoofd nog even houden. Start! Daar ben je. En Alice, hoe vind je de koningin? Niet erg aardig. Ze is zo verschrikkelijk. Ze is zo verschrikkelijk aan het winnen dat het haast niet meer de moeite is het spel te spelen. Daar heb jij helemaal gelijk in, meisje. Ik ben ongelooflijk goed. Dat is gewoon zo. Ik ben ongelooflijk goed. Ja. Maar met wie praat je daar eigenlijk? Dit is een vriend van mij. Een kat. Zal ik hem aan u voorstellen? Nou, liever niet. Het uiterlijk bevalt me helemaal niet. Maar hij mag mijn hand kussen. Liever niet. Wat een brutaliteit! Kop eraf! Ja, met liefste. Dat gaat een beetje moeilijk. Ik zie alleen een hoofd. En om dat hoofd af te moeten hakken, moet het toch vastzitten aan een lichaam. Dan moet haar hoofd eraf. Nou. Het is tenslotte haar vriend. Ja. Oh,
als ik er nou voor zorg dat zijn hoofd verdwijnt? Ja. Mag ik dan mijn eigen hoofd houden? Ja, dat lijkt mij een uitstekend plan, liefste. Ben je akkoord? Ik vind dat de winnaar bekendgemaakt moet worden. Oh, de winnares zul je bedoelen. Ja. Attentie allemaal! De winnaar is... Ik bedoel natuurlijk... De winnares is... Koningin van Harten! Nou, stop. Bedankt voor jullie welgemeende applaus. En omdat ik gewonnen heb... trakteer ik jullie allemaal op een... taartje. Oh, een lakije rukt de taartjes aan. De taartjes? Ja. Je weet toch waar de taartjes zijn? Waar zijn mijn taartjes? Attentie allemaal! Zoek de taartjes! Hier was mijn taartjes. Als ik geen taartje krijg, dan moeten al die hoofden worden afgehakt. Majesteit, u zou een rechtszitting moeten organiseren. Dat is een goed idee. Ja. Maar mag ik dan de rechter zijn, liefste? De rechtszitting gaat beginnen. Ja. De rechtszitting gaat beginnen. Attentie allemaal, de rechtszitting gaat beginnen. Ja, en de lakei staat terecht. Ah, Alice. Ik zie dat jullie met een nieuw spelletje zijn begonnen. Een rechtszitting is toch geen spelletje? Dat is wel hoe je het bekijkt. Het is in ieder geval vreemd dat de juryleden nu allemaal zitten te schrijven, terwijl de rechtszitting nog niet eens is begonnen. Dat komt omdat ze anders hun naam vergeten. Zo'n rechtszitting kan heel lang duren. Wie vergeet er nou zijn eigen naam? Sst, alles wat je zegt schrijf eens op. Lees de beschuldigingen voor. Ja, beschuldigingen. Ja. De koningin van Harten bakte een paar taartjes. Al op een zomerdag. De lakij lag op de loer en stal ze toen hij ze zag. Oh, ja. Ja. Jury, overweeg uw oordeel. Oordeel. Nog niet. Er moeten nog een heleboel andere dingen gebeuren. Oh. De getuigen. De eerste getuige. Je had klaar moeten zijn. Wanneer ben je mee begonnen? Wacht even. Begonnen ongeveer 2 weken geleden. Ongeveer toen de Maatse Haas boter aan mijn horloge heeft gesmeerd. Maatse Haas? Hey, is dat juist? Van je boter bedoelt u? Nee. Van die 2 weken. Persoonlijk dacht ik dat het 3 weken geleden was. 4 weken. Vier. Jury. Jury, neem daar een gemiddelde conclusie uit. Ja? Heel moeilijk. Zet je hoed af, jij. Het is niet mijn hoed. Het is maar dief! Nee! Ik maak ze. Ik heb zelf geen hoeden. Ik ben hoedenmaker. Leg getuigenis af. En wees niet zenuwachtig. Want anders gaat je hoofd eraf. Noem ik.
Volgens mij werkt dat niet echt geruststellend. Leg je er nog getuigenis aan, anders... anders hak ik je hoofd alsnog. Ik ben een arme man, majesteit. Ik was net bezig met de thee. En het tintelen van mijn thee. Dat is het? Tintelen van de wat? Het begon met de thee. Ja. Tintelen begint met een thee. Denk je dat ik achterlijk ben? Thee. Ga verder. Oh, ja, ik ben een arme man, majesteit. En de meeste dingen die tintelden. Ja. Maar de zeven slapen, die zijn er zo wat. En als de dingen tintelden... Niet waar, majesteit. Wel, niet waar. Wel waar. Ik ontken het. Hij ontkent het, dus laat het stuk maar weg. Oh, maar in elk geval, zijn die zeven slapen dus. Ja. Dat als er was dat de dingen tintelden. En ze dan de derde dag van juli was, dat als dan... In elk geval nam ik dus nog een kopje thee. Ja, maar wat zijn die zeven slapen nou? Dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, maar je moet het je herinneren. Anders gaat je hoofd er nog af. Ik ben een ongelukkig man. Nee, je bent een ongelukkig spreker. Wat? Hoera! Ja, hoera! Stil. Verwijder je oproerkraaiers, alsjeblieft. Iemand. Oproerkraaier? Ik ben geen kraai, maar ik ben een maatse haas. Majesteit, ik ben ook geen kraai. Ik ben een zevenslaper. Ja, ze hebben wel gelijk, majesteit. Ja, apropos. Ja. Oh, als het alles is wat jij weet, dan kun je opstappen. Waar moet ik opstappen? Op je voeten. Voeten? Hoera! Oh, ja, hoera! Hoera! U zijn misschien geen kraai, maar dat hoera moet echt stoppen. Je mag... gaan. Dank u wel, majesteit. Dank u wel. Je moet de eerste getuige een kruisverhoor afnemen, lieve. Een wat? Een kruisverhoor. Ik krijg zo'n hoofdpijn van al dit gedoe. Ja, natuurlijk. Roep de volgende getuige. De volgende getuige. Ja, wie is de volgende getuige? De volgende getuige is Alice. Nou. Hier ben ik. Ja. Wat weet jij van deze zaak? Niets. Niets wat? Niets, maar dan ook helemaal niets. Dat is heel belangrijk. Onbelangrijk bedoelt u natuurlijk, ja. Uw majesteit. Natuurlijk bedoel ik onbelangrijk, belangrijk, onbelangrijk, belangrijk, onbelangrijk. Ach, wat maakt het ook uit? Jury, noteer dit zorgvuldig. Belangrijk. Ja. Stilte! In mijn wetboek staat wet 42. Alle personen van meer dan een kilometer lang moeten de rechtszaal verlaten. Een kilometer lang. Dat ben je wel. Ik denk al bijna 2 kilometer. Ja. Nou, ik ga niet weg. Het is trouwens geen echte wet. Je hebt het net zelf bedacht. Nou, het is de oudste wet in mijn wetboek. Dan zou het nummer 1 moeten zijn in plaats van 42. Ja, daar heb je niet van terug. Ja, maar ik ben de koning en ik bepaal wat ik wil. Jury, overweeg uw oordeel. Majesteit. Er zijn nog meer getuigen. Dit papier is zojuist binnengekomen. Wat staat erop? Ja, wat staat erop? Dat weet ik niet. Ik heb het nog niet opengemaakt. Maar het schijnt een brief te zijn. Geschreven door de gevangenen en gericht aan... aan iemand. Ja, natuurlijk is hij gericht aan iemand. Anders zou hij gericht zijn aan niemand. En dat komt niet zo vaak voor met brieven, hè? Aan wie is hij geadresseerd? Hij is helemaal niet geadresseerd. Er staat eigenlijk helemaal niets op. Trouwens, het is geen brief, maar het is een gedicht. Maar is het geschreven met de hand van de gevangene? Majesteit. Nee, dat is wel het gekste van alles. Dan heeft hij zeker iemand anders handschrift nagedaan. Nee, majesteit, echt niet. Ik kan bewijzen dat ik het niet geschreven heb. Mijn naam staat er toch niet onder? Ja.
Als hij het niet ondertekend heeft, dan maakt dat de zaak alleen maar erger. Nee, ik weet het. Je moet wel een of andere misdaad van plan zijn geweest, want anders had je als een eerlijk mens je naam er gewoon onder gezet. Ja, ja, ja. Ja, dat bewijst zijn schuld. Ja. Dat bewijst helemaal niets. U weet niet eens wat er in die brief staat. Hou je mond dus. Lees voor. Waar zal ik beginnen, majesteit? Je begint aan het begin. En je gaat net zo lang door tot je aan het einde bent. En dan stop je. Ja? Ze zeiden dat u bij haar waart en noemden mij aan hem. Zij roemde wel mijn goede aard, maar zei dat ik niet zwem. Hij schreef hun dat ik er niet was. Zo is het, weet ik nu. Komt haar de zaak geheel van pas? Wat wordt er dan van u? Ja. Ik gaf haar 2, zij 2 aan hem, en 3 of meer gaaft gij. Zij keerden dan van u naar hem. Toch waren zij van mij. Oh, dit is het. Dit is het allerbelangrijkste bewijsstuk dat ik tot nu toe gehoord heb. Jury, doe een uitspraak. Volgens mij heeft dit dus echt helemaal niets te betekenen. Als er iemand is die hier iets van begrijpt, krijgt hij van mij een euro. Nou, als het niets te betekenen heeft, bespaart het mij een heleboel moeite om het te verklaren. Het heeft toch wel iets te betekenen. Het heeft toch wel iets te betekenen van, want dat zij maar zei dat ik niet zwem. Ja. Dus. Hey, kun jij zwemmen? Zie ik daar naar uit? Precies. Zij gaf haar, ik gaf haar 2, zij 2 aan hem. Dat slaat natuurlijk op die taartjes. Mm. Ja, maar het gaat verder. Zij keerden dan van u naar hem. Dus de taartjes zijn weer bij u teruggekomen. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Kom eens hier met het papier. Huh? Kom eens hier. Schiet eens op. Maar het eindigt met... Toch waren zij van mij. Ja, oh, klopt, liefste, uitstekend. Laat de jury een uitspraak doen. Nee, eerste veroordeling. Kijk, mijn hele... Je maakt me ook altijd zo boos. Ja, eerste veroordeling. Je kunt toch geen veroordeling doen als er nog geen uitspraak is? Hou jij je mond? Ja. Denk niet over. Anders gaat je hoofd eraf. Ja. Probeer het maar. Jullie zijn toch maar... Stel eens je kaarten! Au, nee, dat meen ik niet! Nee, dat meen ik helemaal niet! Jullie zijn natuurlijk de koning en de koningin van hart en niet mijn hoofd afhakken, alsjeblieft! Alice, wat is er aan de hand? Alice? Mama? Ja, volgens mij heb je gedroomd. Nee, ik was in de rechtszaal van moet je met de koningin kamer en de koningin zien? Van harten. Moet je kamer zien, al je poppen en je speelkaarten. Ja, alles ligt hier gewoon helemaal zo op de grond. Je hebt een nachtmerrie. Je bent met alles aan het lopen gegaan in je slaap. Nou, nee, maar het was dus niet mijn droom, het was de rode koningin en die nou, droom. Weet je wat? Ruim jij nou maar eerst even jouw kamer op. Dan gaat mama voor jou lekkere warme chocolademelk maken. En dan kan jij na die tijd weer lekker slapen. Maar wat nou als ik weer in de droom van de rode koningin terechtkom? Ruim nou maar eerst je kamer op. Geloof mij nou maar, jij komt echt niet zomaar in iemand anders droom terecht. Dat weet ik zo net nog niet. Thank you.
Ga je mee? Wat doe jij hier? Hoezo? Ik zit hier al de hele tijd. Niet waar. Dat je me niet ziet, betekent niet dat ik er niet ben. En ik weet wie jou droomt. Niemand droomt mij. Ah, dus niemand droomt jou. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, mijn moeder zei dat je niet zomaar in iemand anders droom terecht kan komen. Moeders weten ook niet alles. De mijne wel. Oh, dus jouw moeder weet dat ik nu op de rand van jouw bed zit? Nee, natuurlijk niet. Nou, zie je, dan weten moeders ook niet alles. Eppa! Kom, we gaan naar de Witte Koningin. De Witte Koningin? Leeft die dan nog? Oh, de Witte Koningin droomt jou. Zij hoopt dat jij haar kan redden van haar zus, de Rode Koningin. De Rode Koningin? De Koningin van Harten? Maar die wil ik niet meer ontmoeten, hoor. Straks gaat mijn hoofd er nog af en dat wil ik niet. Maar dat gebeurt dus niet in de droom van de Witte Koningin. Ga nou maar mee. Weet je dat zo zeker? Kom nou maar. Dan kun je haar ontmoeten. Up. Maar je moet voorzichtig zijn. Ze is een beetje in de war. Het lijkt alsof ze dood is. Ze is nu in een hele diepe slaap om jou tevoorschijn te dromen. Oh. Ik wou dat ze kon praten. Doe dat kan niet. Zo ineens? Ik praat alleen tegen iemand die belangrijk is. Oh, nou, mag je tegen mij praten? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik denk trommelen. Hoor je dat dan niet? Is het dan geen onweer? Bedankt. Sorry, ik wou niet beledigen. U speelt heel mooi trommel. Ik speel geen trommel, ik denk trommelen. Oh, kunt u dan ook iets vrolijks op een klarinet denken? Sorry, ik ben een beetje in de war. Ja, dat zie ik. Wie heeft jouw manieren geleerd? Jij weet kennelijk niet hoe je je moet gedragen tegenover een koningin. Nee. Zeg maar niets. Ik hoor wat je denkt. Wat denk ik dan? Dat ik er vreselijk slordig uitzie? Ja, maar u bent ook een en al spelten en... Wat is er toch met uw haar gebeurd? Ach, de kam wil het niet meer loslaten. Ja, die ziet er al een stuk beter uit. Heeft u geen kamermeisje? Nou, ik denk dat ik er een gevonden heb. Oh, maar ik wil geen kamermeisje zijn, hoor. Oh, ik geef je een pot jam als beloning. Ik hou niet zo van jam. Het is nogthans hele goede jam. Ja, maar vandaag heb ik liever geen jam. Ach, de regel is gisteren jam, morgen jam, maar nooit vandaag jam. Ik begrijp u niet. Het zou toch ook wel eens vandaag jam moeten zijn? Nee, dat kan niet. Ik snap je niet, dit is vreselijk verwarrend. Ach, dat heb je met achteruitleven. Eerst word je daar altijd een beetje duizelig van. Achteruitleven? En daar heb ik nog nooit van gehoord. Ach ja, maar het heeft één groot voordeel. Je geheugen werkt twee kanten op. Twee kanten? Dat voor mij niet hoor. Ik kan me niet herinneren wat er nog gebeuren moet. Och, kind.
is een armzalig geheugen dat alleen maar achteruit werkt. Oh! Wat gebeurt er? Mijn vingerbloed! Oh! Heeft u in de vinger geprikt? Nee, nog niet. Maar het gaat zo gebeuren. Wanneer denkt u dat dat gaat doen? Nou, zodra ik mijn... Jij mijn sjaal weer oppakt en ik hem dan weer probeer vast te maken met mijn speld. Oh! Voorzichtig met die speld. Je houdt hem helemaal verkeerd vast. Ja, nou zie je waarom mijn vinger bloedde. Waarom schreeuwt u nu niet? Ik heb toch al geschreeuwd. Wat is het voor zin om nog een keer te schreeuwen? Dit is maar een droom, of niet soms? Een droom? Hoe kom je daar nou bij? Nou, de kat. Was je eigenlijk gebleven? Nou, in ieder geval, de kat die zei dat u mij droomde. Ik moest u redden van de rode koningin. Droomt u mij? Duizel van de raadsels. Oh, ik ben gek op raadsels en ik ben er ook heel goed in. Vraag maar op. Waarom lijkt... Ja, doe maar, vraag maar door. Waarom lijkt uw majesteit een raaf op een schrijftafel? Als je het antwoord op dit raadsel kent... Dan ben je koningin. Maar daar ben jij nog veel te jong en onervaren voor. Ja, maar u moet het weten, want u bent de koningin. Schreeuw niet zo tegen me. Sorry, majesteit. Maar je hebt gelijk, ik heb het nooit geweten. Maar u moet het weten. U kunt toch voor en achteruit denken? Luister, misschien kan ik je helpen. Waarom denkt u wind en regen? Ik denk niet. Alice? Wat gebeurt er? Vlug, verdwijn in jezelf. Hoe dan? Dat kan ik niet. Kom naar de toren van de Witte Koningin. Waar vind ik die toren? Vraag het maar aan de Witte Ruiter. Waar vind ik de Witte Ruiter? Waar vind ik de Witte Ruiter? Goeie vraag. Maar wij weten het niet. Tiedeldie en Tiedeldom, een zusterpaar op oorlogspad. Daar Tiedeldie van Tiedeldom een droom had weggejat. Verkeerd, mijn kind, zoals je denkt. Geen haar wordt op ons hoofd gekrenkt. Twee zussen als wij zijn dik bevriend. Wij zijn elkander welgezind. Zo is het. En bovendien vallen we in herhaling. Dit weten we allang. Wat we niet weten... Is waar ik de Witte Ruiter kan vinden. Ja, juist. En waarom lijkt een raaf op een schrijftafel? Ook een goede vraag. Weten we ook niet. Zou Alice het weten? Waarom lijkt een raaf op een schrijftafel? Nou, dat weet ik nog niet. Nog niet. Dat weet je nooit. Dat weet jij niet. Dat weet ik wel, want... Want ik droom jou. Wat? Droom jij, Alice? Maar... Jij hebt Alice uit mijn dromen gejat! Je eigen fout, haal je dromen. Geef Alice terug! Jij smerige rat! Of het zie je bleek je schijt in je broek! Bek dicht zijn, mislukte pannenkoek! Denk niet dat ik beef! Dit is mijn bloed dat kookt! Zowaar ik leef, ga ik door tot de dood! Nee, niet dood! Ik wil niet in een of ander een droom. Dat hou je niet tegen. Een droom is een droom.
het bos waar niets of niemand een naam heeft. Sommigen vinden het prettig om een naam te verliezen. Ik wil mijn naam niet verliezen. Wij zullen jou een nieuwe naam geven. Maar ik wil helemaal geen nieuwe naam. Mijn naam is een mooie. Hoe heet je dan? Ik heet... Zie je wel, dit is het bos waar niets of niemand een naam heeft. Wie ben jij? Hoe moet ik dat weten? Jij bent een... Hoe heet het toch? Het heeft helemaal geen naam. Wat ben ik dan? Waar maak je je druk over? Wij bestaan. Is dat niet geweldig? Het grootste wonder is dat we weten dat we bestaan. Wat een rare dag is het toch vandaag. En gisteren was alles nog heel gewoon. Wat maakt het uit dat je een naam hebt? Maar als ik mezelf niet ben, wie ben ik dan? Ik moet het me herinneren. Misschien ben ik jij en jij mij. Wat doet het ertoe? Kom, ga je mee? Zeg me eerst wie ik ben. Als ik diegene wil zijn, dan ga ik mee. En anders blijf ik hier en wacht ik tot ik weer iemand anders geworden ben. Weten jullie hoe ik uit het bos kan komen? Welke kant moet ik op? Hier kun je alle kanten op. Die kant, of die kant, of die kant, of die kant. Geen enkele kant heeft een naam. Kom! Vlugger, vlugger! Zijn we er bijna? Probeer niet te praten. Vlugger, vlugger! Nu mag je rusten. Maar alles is nog precies als daarnet. Natuurlijk, wat had je dan gedacht? Denk nog eens goed na. Misschien dat als u uw naam eerst zegt, dat ik dan de mijne makkelijker herinner. Ja, dat kan als je een eindje met me meeloopt, want hier in dit bos kan ik niet op mijn naam komen. Kom maar. En? Nee, nog niet. Weet u toch? Nee, nog steeds niet. Is er niet iets om dat boek mee af te sluiten? Om het hele bos mee af te sluiten? Ja. Kijk. Daar is een doek. Trek jij dat eens even dicht. Ja, kijk. Nou, ik ben de Witte Ruiter. En jij? Jij bent Alice. Alice! Alice! Dat mag ik niet meer vergeten. Heb je misschien nog een ruiter gezien, mijn kind? Ik zie niemand. Wat? Ik wou dat ik zulke goede ogen had. Dat jij niemand kan zien. En dan van zo'n afstand. Oh, maar nu zie ik iemand. Ha! Wie heb jij gezien onderweg? Spreek. Niemand. Ja, dat klopt. Zij heeft hem ook gezien. Aha! Zij is mijn gevangene. Juist. Maar ik kon haar redden.
Juist. Dan moeten we om maar vechten. Juist. Juist. Een historische overwinning, vind je ook niet? Ik weet het niet. Ik wil geen gevangene zijn. Ik wil koningin zijn. Ach, maar dat kan toch? Ik zal je veilig naar het paleis brengen. Zullen we vertrekken dan? Hé. Maar, wat vind je van mijn kistje? Ik heb het zelf uitgevonden om een boterham in te bewaren. Ja, aan niemand vertellen, maar ik draag het ondersteboven. Tegen de regen. Ja, maar het deksel is open. Dan vallen je boterhammen er toch uit? Nou, dat wist ik niet. Zullen we dan nu naar het paleis? Maar, dit is de bijenkorf. Lekker honing? Nee. Ook geen honing, maar... Ja, maar het is wel een hele goede bijenkorf, hoor. Alleen, er is nog geen enkele bij op afgekomen. We moeten echt verder. Oh, ja. Ja, en dit zijn de muizenvallen. Ja. Ja, ik denk dat de muizen de bijen op een afstand houden. Of, ja, of de bijen de muizen. Daar ben ik nog niet over uit. We moeten echt weg. Ja, als er ook maar één is... Oh, dan wil ik niet dat hij in mijn harnas rondloopt. Nee, dat snap ik. Zullen we dan nu gaan? Ja, even... Oh, al deze... spelletjes opruimen. Ja, tijd om te gaan. Nou. Stap maar achterop. Oeh. Oh, dat is wel zwaar, hoor. Voor ja, sorry. Oeh. Oh. Nou... Nog een keer. Nog een keertje. Zit je wel goed? Ja, ik zit prima hoor. Nou. Oh. Nou. U rijdt zeker niet zo vaak paard. Nou, hoe kom je daar nou bij? U valt er toch steeds vanaf? Nou. De grote kunst van het paardrijden is hoe... Om in evenwicht te blijven. Oh, tot iets gebroken. Ach. Niets noemenswaardig. Maar de grote kunst van het paardrijden is in evenwicht blijven. Kijk zo. Hoe kunt u zo rustig blijven met uw hoofd naar beneden? Ach, wat maakt het nou uit waar mijn lichaam uithangt? Mijn hoofd werkt toch altijd door. En bovendien, hoe meer ik mijn hoofd laat hangen, des te meer nieuwe dingen ik bedenk. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Maar waar vind ik nou dat paleis? Ach, we zijn al zo ver. Je bent er bijna. Even dat heuveltje over. Het beekje over. En dan word je koningin. Ja? Ja. Maar dan blijf je nog wel even om me uit te zwaaien. Ja, natuurlijk blijf ik. En wel bedankt dat u zo ver bent meegekomen. Ach, graag gedaan. Tot ziens. Oeh. Eigenlijk had ik gehoopt dat je nu heel hard zou gaan huilen. Huilen? Ja. Waarom moet ik huilen? Vanwege dit afscheid. Ja, ik zou het zeer op prijs stellen. Ja, ik zal echt mijn best doen. Oké, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens.
iemand dat gordijn opendoen. Ik wil de zonlicht zien. Binnenrollen. Zou mij kunnen vertellen... Nee, spreek wanneer je iets gevraagd wordt. Als men alleen maar spreekt wanneer iets gevraagd wordt, dan zal iedereen altijd op de ander wachten. En dan zal helemaal nooit iemand iets zeggen. Ach, belachelijk. Onzin. Wat is er eigenlijk met u gebeurd? U ziet er heel anders uit. Heeft de Rode Koningin u betoverd? Zeg, hey, wat heb jij daar links? Oehoe, een hart? Een steen van zeldzaam ivoor. Jullie zijn gemeen. Als ik koningin word, dan... Wat bedoel jij met als ik koningin word? Met welke recht zeg jij dat? Ik zei alleen maar als... Ze bedoelt dat ze alleen maar zei als. Zij zei nog veel meer. Ja, maar ik bedoelde dus dat... Ze bedoelde... Als jij koningin wilt worden... moet je eerst een paar vragen beantwoorden. Maar ik wil geen vragen meer beantwoorden. Ik wil een antwoord. Er bestaat geen antwoord zonder een vraag. Waarom lijkt een raaf op een schrijftafel? Hou je mond... Lastig en ondeugend kind. Kun je optellen? Hé, jij daar. Vraag. Wat is 1 en 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 1? Hé, Gijns en de kat. Hoe ben jij nou hier terechtgekomen? Dat komt door het vooruitleven. Ik kon er niet aan ontsnappen. Antwoord. Ik weet het niet meer. Ik ben het wel kwijtgeraakt. Ze kan niet optellen. Kun jij trouwens aftrekken? Tweede vraag. 8-9. 8-9? Ik weet het niet. Maar... ze kan echt niet aftrekken, hoor. Kan je denen, kind? Derde vraag. Als je brood deelt door een mes, wat krijg je dan? Ik denk... Ze denkt... Boterhammen natuurlijk. Oh. Ach, doe nog eens een aftreksom. Neem me niet kwalijk, majesteit. Maar deze vraag vind ik persoonlijk nogal pijnlijk. Och. Je hebt niets te vinden. Vraag! Vraag! Neem me niet kwalijk, majesteit. Als je nou zijn poot aftrekt... Dan zou ik hard weglopen, majesteit. Juist, en verder? Ik zou mijn kalmte verliezen, majesteit. Maar als je een poot van de haas aftrekt, dan... Hou je toch kalmte over? Jij snapt helemaal niks van logica, hè? Jij kunt niet eens simpele vragen beantwoorden. Volgende vraag. Het antwoord is volmaakt. Hoe wordt brood gemaakt? Oh, dat weet ik. Oh. Ja, jij neemt bloem. Een bloem? Waar pluk je die? Ja, in het bos of in de tuin? Nee, ze wordt niet geplukt. Ze wordt gemalen. Oh, en... Wordt ze dan gemalen in een galgemaal of in een prinsgemaal? Ja, ze bedoelt het goed. Ze is nog maar een kind. Ik heb jou niks gevraagd. Oh, lieve koning, weet u misschien wie mij droomt? Alice, waarom lijkt een raaf op een schrijftafel? Waarom praat jij met haar? Als jij wilt weten wie jou droomt,
Daar kom je zo achter. Als jij één voor één al deze hoofden opeet. Ja, en dan plots uitdooft als een kaars. Dan weten wij wie jou gedroomd heeft. Maar dat is verschrikkelijk. Alice, begin maar met mij. Ik vind het niet erg. Ze geeft niet veel om mijn lijf. Voor haar is sterven tijdverdrijf. Oh, blijf met je tingels van mij af. Rustig maar, ik eet echt niet op. Oh, daar doe je wel. Eet. Naar u, beste vriend. U bewijst me veel eer. Naar u, kameraad. Het hoofd van een konijn is een echte delicatesse, Alice. Ga je gang. Hou jij je kop. Oh, dank u wel, majesteit. Dat bedoel ik niet. Vreedom op. Vreedom op. Alice, snij nou maar. Ik doe gewoon alsof ik al dood ben. Breng op smaak of dat zout. Heel lekker hoor, die witte bollenbout. Mij kun je het beste bewaren als toetje. Ik wacht wel. Die tweeling daar, die staan te dringen. Het is trouwens ook belachelijk hoe je het hele gesprek overlaat aan die hoofden. Waarom huil je niet? Ik heb geen tranen meer. Toe, snij nou maar. Ja, doe maar. Eet het op. Koningin. Hou je mond! Weet jij wie mij droomt? Wij dromen jou! Jullie! Geloof het niet, Alice. Wij dromen jou de tafel in! Alice! Wij dromen jou echt de tafel. Alice, jij wordt koningin! Hou je mond! Waarom lijkt de raaf op een schrijftafel? Je weet het, Alice. Ik weet het Zwijg niet. Zwijg jij. Denkschil, spreekschil, Alice. Waarom Dek lijkt dicht. Een raaf op een schrijftafel? Alice, een schrijftafel en een dicht! Een raafstafel en een rijftafel. Kijk niet in de ogen, je weet het, Alice. Een tijferraaf en een schaveltafel. Alice, je weet het. Ik vrees ze, stem op. Een rijf en een schaveltafel. Een ze weet het niet. Tafel. Ik weet het. Ik weet het. Een schrijftafel en een raaf zwemmen nooit samen in zee. Ze drinken geen van beide thee. En ze kunnen ook niet plassen, maar wel harmonisch samen krassen. Ze zijn zelden wit, of indien wel uitzonderlijk bezit. Oh. En ze staan nooit opgelucht met hun poten in de lucht. Maar stellen wel steeds opnieuw dezelfde vraag. Waarom lijkt een schrijftafel toch altijd op een raaf? Oh nee! Ik ben het. Ik ben het echt. Er is niemand meer. Ik ben... nog een stop. Ik ben het echt. Het was mijn droom. Ik ben Alice. A-L-I-C. Ik bedoel, E-L-L-I-S. Ik ben Alice en het was mijn droom. Alice, zit jij nou nog steeds te lezen in dat boek van je? Je weet toch dat het niet goed is zo vlak voor het slapen gaan? Daar krijg je alleen maar nachtmerries van. Geef hier. Alice. Welterusten, Alice. Welterusten.
Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten.